Je zou misschien denken, wat loopt hier nou te doen? Je zult misschien de plek wel kennen, dat is hier nog Sieske Stevens. Vroeger was het door Café Van Mies onder tuur. Maar dat komt, ik heb dat wegje een beetje uitgekozen omdat ik iets wil vertellen over een onkel Mil. Mijn onkel Mil, die fietste alle dagen over zuur wegjes. Dat ging wat minder gras. Maar in ieder geval, in de winter, in een biertencampagne, lag er nog een uur op slik op. Maar goed, daar gaan we ze biedt wel over vertellen. Als je goed kunt praten, ik heb veel gevoel voor humor. En je komt veel onder de mensen, dan moet er niet van verschieten dat je plezierige verhalen kunt vertellen. En allemaal die capaciteiten, die waren onkel Mila. Maar laat me eerst eens iets vertellen over onkel Mil zelf. Onkel Mil was getrouwd met de oudste zuster van mijn moeder, met tante Marieke. En ieder noemde er ook Marieke, behalve, ja, onkel Mil van eigen, Marieke van hier, Marieke van door. Behalve als er wat eens in ieder huwelijk wel eens voorkomt, wat lichte atmosferische storingen worden. Dan bleef het beperkt tot Marie. En dat kwam er van zijn lof. Mensen, mensen, mensen. Als je geen vrouw hebt, heb je een tekort, maar als je net, heb je te veel. Ik weet niet zeker, onkel Mil, het gewoon niet goed gelukt, mannen zitten, getrouwd zijn. Als je niet beweegt, voel dat boeien niet. En weet je wat het is? Vrouwen maken veel fouten. Mannen, maar tweeën. Al wat ze zeggen en al wat ze doen. Onkel Mil was van beroep postbode. En dat was nog in de tijd dat er meer postbodes waren dan post. Voor de middag bestelde naar de post, dat moest om een uur of acht, dat was eerst dan naar de mis geweest. Bestelde naar de post op de kouter en na de middag, alleen om een uur of twaalf, vertrokken dan de post in de polder. Dat was dat postbestellen, zit altijd op de kouter, dat was meer de post afgeven. Want dat is het verschil zitten tussen de vrouwen van tegenwoordig en de vrouwen vroeger. Vroeger stingen de vrouwen altijd op straat en tegenwoordig zijn ze nooit meer thuis. Er was nog een postbode van een oude stempel. En toch, ik heb hem altijd moeten bewonderen voor twee dingen. Ten eerste, hij kost verschrikkelijk goed praten en lang praten. Had hij moest speechen, er kwam geen einde om. En ieder zit altijd aan Mil begint te praten. Dat praten van hier tot in Parijs. En dat hij klaar is, komt er tot ontdekking dat je nog niet veel verder gekomen zit als de Belze kling. Maar goed, hij was een gewaardeerde spreker, hij deed toch jaren. En bovendien, dan mocht het soms wel wat leutiger. Hij wou, lekker zoals ik al zei, veel gevoel voor humor. Allemaal die verhalen, het duurt te lang om dat allemaal te vertellen, ik kon het toch op oor vertellen. Had hij over dat winkeltje begost op de kouter van Poliet, dan zei hij toen al, Poliet zei hij, die is aan de tijd ver vooruit. Want als je tegenwoordig in een winkel, de supermarkt, iets koopt, dan stond er op die verpakking, tenminste houdbaar tot en dan de dood. Bij Poliet lag dat anders. Als je daar iets kocht, was het of nog goed, of niet meer goed, of al een hele tijd niet meer goed. Hij fietste dus op een achtermiddag met de post, een of boeren of knop, tot vanachter, van de kiet. En in Turgat stond die boer met zijn manneke van een jaar of 10, 11. Hij zet zijn fiets tegen de gevel, pakt de post uit zijn fietstas. En ziet die boer, en ziet wat er nog gebeurt. Bij die boer aan de ene kant zuurwezen. Kapot, dik, blauw, geel. Wat er nog gebeurt? Ah, zit dat manneke Mil. Was Pjart in zijn mond tegen mijn pa zijn bakkers geslogen. Fons was gestorven. Fons, een boer uit de Praspier. De onkel Mil moest er niet zijn met de post, toevallig. Maar ja, hij kwam door geregeld en docht. Als goede katholiek kon hij toch een kruisje geven. Als hij binnenkomt, zit de boerin, de bezin, die zit achter de toffel. Onder de toffel, de gruurt een Duitse naarde, die ligt er plat, triestig kijkend. De onkel Mil binnenkomt, heeft hij zijn kop eens op, meer niet. Gecondoleerd, bezin, zei onkel Mil. Ja, moeilijk, het is triest, en als je niets. Ja, bezin, het is allemaal erg. Ik heb er nog gezien op de
De Jormart op Kielrecht, ja, dat is juist. En dat was hij nog goed, hoor, niet gevoeld. En ze kon mij mijn krosje geven. Ah, wel, dat is heel goed, Milleke. Maar hij ligt boven. Maar ik heb zoveel last in mijn heup. En ik heb de laatste uren al zoveel dikwijls die trap op moeten gaan. Zie erop om alleen te gaan. Wel lange niet zijn, onkel Mil. Die gaat een trap op. En op de slopkommer, daar ligt Fons, opgeboord. Kerrenboek nog onder zijn kin. Want er zakte zijn kin in van eigen. Nachtkastje, wat weerwater, met een palmtakje, onkel Mil. Een kruisjes gegeven, dan onze vader gelezen, komt terug beneden. Hij ligt op schuimbezin, ja, met het kostuum van de Jormart, ja, ja, hij moet het nog maar afdrogen, zitten bezin. Nadien wordt er toch niet veel meer aan. Maar, ja, ze bezin, ik vroeg het niet graag in onkel Mil, maar mag eens iets vragen? Ah, ja, vandaag, Mil. Waarom ligt hij vastgebonden? Waarom ligt voor ons vastgebonden met portaal op zijn bed? Ah, ja, Milke, we moesten wel, hè. Onze hond is er al een keer of vijf mee van een trap gekomen, dat was geen doen, hè. Dat biest is erom weg. Er was hier op de kater, netjes getrouwd, vier kleine mannen en een vrouw van eigen. Maar ja, iets gezonder als een deursnee man. En dan gingen we wel eens op bezoek bij vrouwen die aan alleen woonden, alleen waren, of is een tijd alleen thuis waren. Ieder wist dat. Maar hij mocht er zelf geen probleem van. Hij zei, oh, wat geeft dat? Is gebeest, dat is niet meegenomen en dat is toch geen koot. En enfin. De pastor, wat hem ook er al eens over gesproken. Hij zei, meneer de pastor, dat snap ik niet. We zijn een geleerde mens, wat gaan we die brood, dat je komt hier, op de kouter, dat je er nou wilt lusteren, er is er niet van al. Maar het was wel woord van eigenlijk. En het werd pozen. En lekker als ieder jaar, hij moest gaan biechten, hij moest zijn pozen aan. Ja, hoe moest het nou? Want dat is allemaal twee keer niks. Hij ging altijd bij de kapelaan en dan viel die penitentie nogal mee. Maar de kapelaan was overgeplotst en de kater zat zonder kapelaan, alleen de pastor. En hij dacht, als ik door dat ging vertellen, dan kreeg ik een penitentie van hier tot in Milaan. Door begin ik niet om. Hij liep er niet goed van. En wat er als mijn onkel Miel overgeprot. Wielke jong, nou zit ik in de labyrinth te zitten. Wat nou moet. Ah, God op Kildrecht is in onkel Mil. Ja, maar dan zie je, moet ik dat thuis uit gaan leggen naar Kildrecht. Maar de zondag, voor Pasen, Palmzondag, na de preek, wou de pastor nog een mededeling. En die zei dat er een poter van de poters Maristen uit Oost kwam assisteren met de postdolen. Worden drukke dolen. Voor hem was dat een wonder. Hij dacht, nou is het opgelost. Hij kon ik bij die poter. En met goede vrijdag, smiddags, dat was vroeg thuis, hij zei tegen zijn vrouw, ik ga nog altijd biechten zitten als ik er vanaf. Moet toch gebeuren, hij gaat gelijk, zei ze. Enfin, hij komt er, hij zal er nog wat vullen hebben. Hij zit er te wachten, dan zat hij ondertussen te pijzen. Ja, tegen de pastor zei ik, meneer de pastor. Tegen de kapelaan, meneer de kapelaan, wat zei hij tegen als je een poter? Meneer de missionaris, nee, dat kan ook niet. Enfin, hij dacht, ik zie wel. Meneer de poter zou wel genoeg zijn. Hij was aan de beurt, hij zet hem op zijn knie, wiestoel, het eentje nog goed achter hem gedaan, het schufje gedopen. Hij krijgt de zegen van die pater, ja meneer de pater, ja, u komt die zonde beleiden, ja dat klopt meneer de pater, en ik kom maar recht met ergens te beginnen, ik heb een kuisheid gedaan. Een kuisheid gedaan? Blijf even stil. Op een gegeven moment, zegt die pater, nog eens, je hebt een kuisheid gedaan, meneer. Maar hoe dikwijls, kijk, en op die vraag, daar was ze dan niet op gerekend, hè. Hoe moest het nou? Ja, het werd stil. Ja, die pater was aan de tijd ook nieuwig. Die zei op een gegeven moment, meneer, hoe dikwijls hebt u een kuisheid gedaan? Hij was zenuwachtig. Hij moet iets zeggen. Hij denkt, hoe dikwijls hem mag. Hij stond ineens op, sloeg aan de kop van boven tegen die biechtstoel. En vol colère en van de zenuwen zit hij. Hoe dikwijls, zijn die gekomen om te biechten, niet om te stoeven, nee, meneer de pater. Salut. En hij ging naar huis.
Goed, meisje, het is hier schuwen, hè. In Zeeuws-Vlaanderen hebben we vele viswaters. Het is daarom ook dat er zoveel visclubs zijn. We kennen de, hier in de buurt kennen we ontspanning na inspanning uit Terneuzen, geduld overwint alles uit Aksel en de lustige hengelaars uit de Nijkant. Op Stien was er ook een visclub, de Wiel. Mijn vader was er lid van samen met dokter Koolsen, politieman van Remortel, Guus Trains, die op het gemeentehuis zat. Van kleins af aan vis ik al. Eerst op Stekelbosjes, op de Ruiterij, daaronder de Ruiterij van, op de watergang aan de Ruiterij van Dobbeljaar. Dat is onder de weg. Dat is de weg van Stien naar Ulst, waar een auto-industrieterrein van Ulst is. Vissen heb ik van geen vreemden. Mijn vader was ook een echte visser, een fanatieke visser. Hij hoorde niks terug. Hij was een echte panvisser. Als mijn moeder ze niet wilde bakken, dan leurden hij ze uit in de buurt. Toen ik nog op de lagere school zat, visten we op de Ruiterij om vlieger. Op de wiel, daar lag een wiel achter. Verder visten we in de, op de Nijkant, op het Koperschat, bij chef Pol. En achter in de bokkenpolder op Stien, op de put van de Krul. Later zijn we naar de Geul onder Engsdijk gevesten, waar we ons koddes bij mijn vaders en de kozen van Hazen zetten. Van Hazen, dat was ook een straven, maar hoe kan het ook anders, ook familie van ons. Toen dat er is op een niette zomersdag grote karpels milder een bek open naar luchtlagen te happen, zei hij, wie had er nou allemaal die jimmers hier in het water geroerd? Maar ons vaste viswater, dat was hier, de 60 voet hier op de kling. Ik kwam hier al heel vroeg, van voor, op de buis van mijn vaders en een fiets, met een dikke bol onder mijn gat. Anders had ik een hele week een blauw gat van de kalassijn hier op de kling. Vissen, dat is uiteindelijk mijn hobby geworden. Al praat ik er volgens ons Maria meer over dan ik het doen. Ons Maria, die had niet van vissen. Vroeger ging ze het liefde nog wel eens mee, maar dat is over. Mee gaan vissen bedoel ik. Als ze dat wel eens een dag mee ging vissen en ze het samen zat hier in het natte lange gras op een visserstoeletje, dan had ze iedere keer het gevoel dat ze een dag meer komt in een niemerwater had gezeten. Gulder weten toch ook waarom aan de vissers milder petachterste veuren zitten te vissen. Hè? Weet je dat niet? Dan denken de vis dat de visser naar huis gaat. Snoeken zitten er hier heel veel op de 60 voet. Maar je moet de plek hier wel weten. Het is hier eigenlijk de plek van de Bellenkreek, waar hij vroeger de stierswaai was. En hier aan mijn onkel Sjoe, daar is hier van over de meter gevangen. Nu had hij toen op die dag zijn mes vergeten om de nook van achter met de keel te houden. Wat nou gedaan? Hij dan maar met zijn drie vingers tot van achter in die bek van die snoek om de nook eruit te houden. Maar net als onkel Sjoe met zijn vingers tot van achter in die bek zat, sloeg die snoek zijn bek dicht. Al die tandjes zaten in onkel Sjoe zijn vingers. Wat nou gedaan? Hij dan maar naar Stien, naar de dokter, naar dokter Koolsen. Want hier op de kling was er toen nog geen dokter. Dokter Koolsen, die was nog voor Adriaansen. Toen is hij, dat was een heel gedoe om van de kling naar Stien te fietsen. Met zijn linkshand aan het stuur en zijn rechtshand in die bek van die snoek. Over de kling, de grove straat, dat ging nog wel. Al keken de mensen al gek op naar onkel Sjoe met zijn grote snoek aan zijn vingers. Toen hij aan de hoek van de Meulenstraat gekomen was aan het café van het piloot, moest hij zijn hand zuur rechts uitsteken. En dan helemaal op het eind van de Meulenstraat weer richting de kapel zuur. En dan weer de Roskamstraat in. Zuur recht naar achteren naar het café van Mina de Kuiper. En dan weer rechtsaf naar dokter Koolsen op Stien. Dokter Koolsen, mensen, had er een uur om bezig geweest voor dat onkel Sjoe zijn vingers weer terug uit de bak van de snoek waren.
mensen, dat was mijn verhaal. Doet de complimenten uit en als je nog eens komt, kom er maar eens langs. César sting nog in zijn zondagsgoed. Hij kwam net uit de vroegmis. Doet die deur dicht, dat trekt! Hoort mij van achter roepen. Nou, hij is wel gelijk. Want de deur zat op de hoek van het café. En dat die open stond, net als nou. En de deur van achter, dan was het één trekgat. En dan viel hem in een poef dicht. Zo, dat moest hij tenminste niet meer doen. De stoelen stonden op de tafels. En César behost ze één voor één terug op zijn plek te zetten. Zou je dat nou wel doen? Met je zondagsgoed dan? En weer dacht hij, hij is eigenlijk wel gelijk. Maar er ging toch deur. De mannen zouden ze bieden komen kaarten. En dan moest alles klaarstaan. Wat vind je van mijn nieuw voetje? Els was van achter naar voren gekomen. César bekeek ze mee scheeloog. En hij zei, heb een al in de kous. Miljaar, hij had er gelijk spijt van, want nou behost de miserie. Er nylons, die waren er heilig. Zijn Marie een paar, dat was om mee te pronken op zondag om mee naar de mis te gaan. Hoe moet ik die nou nog ophalen? Het is zo tijd. Ze spoeide een rijje naar achter om haar naaimandje. Ondertussen bekeek ze het zakje nog eens. En misschien zou hij net onder haar jas blijven. Ze pakte haar mantel en probeerde, ja, als ze niet te schielijk zou knielen in de kerk, wel moeten houden. Terwijl ze haar jas dichtknoopte, spoedde ze rijden door het café op weg naar buiten. César zette net de radio aan. Vera Lynch, we'll meet again, don't know where, don't know when, kraakte vanuit het oude kistje. En vergeet nou niet om die vlagstok nog buiten te hangen, riep ze hou nog. Ah ja, 31 augustus, koninginnedag. Die vlag mocht buiten. César het niet zo hoog op met koningshuis, maar Els. Els stiefelde meer korte pootjes door de Hense straat, want het klipte al. Wat zou die van Wies Krul zeggen van het nieuw voetje? Waarschijnlijk niks, jaloers wijf. Zij kwam tenminste altijd proper voor de dag. Proper in alles. Een ruiszouwen, een café, het kost overal van de vloer eten. Bij wijze van spreken. Tot in haar linnenkast, het kost er een latje neffens leggen. Alles lag helemaal precies. César die weet er wel een zot van. Doet dit, doet dat. Neem je vuile voeten in huis. De mensen in het café ook hadden per ongeluk een zijn de pruim neffens te kwispen doorflatsten. Dat was de kop te klein. De flats van César hing precies neffens te kwispen door. Op de oude vloer. Dacht hij, dat zou Els moeten zien. Hij dronk zijn borrelke leeg en dacht ze, ik ga mij omkleden. Het gerommel van buiten kondigde de komst van de eerste tram aan. César liep de trap op. Net dat hij in de slaapkamer kwam, kwam de tram om de hoek van Zolder Café. De beelden bovenop de kas, onze lieve vrouw van altijd durende bijstand, Sint-Pieter, de heilige Jozef, stonden te wankelen, maar ze bleven nog net overeind. Else heilige beelden, juist nog golven van haar moeder. Toen als ze net dood en begraven was, moest en zou Els die beelden hebben. Ze waren er heilig, haar moeder uit knieën versleten met rozenkransjes bedden bij die beelden. Nou stonden ze daar, bovenop de kast, te waken over zulde slaapkamergeluk. Zijn broek deed hij uit en die leed hij netjes met de vouwen op elkaar
over de stoel. Zijn jaske, zijn zondagshem op de leuning en zijn kraske op de wastafel. Ze, daar zou ze zebiet niks van kunnen zeggen. In de kas op de overloop vond hij de vlaggenstok met de wimpel. Het raam stond open, César vloog, boog met vlag en wimpel deut raam naar buiten. Even zoeken, want dat ouderke zat nogal ver naar beneden. Na een paar keer mikken zat het goed, docht hij. Want op het moment dat dit losviel, miette de nildenist op de stoep. Miljaar, moest hij weer naar beneden gaan lopen, dat tink gaan pakken en opnieuw gaan proberen. Net dat hij dacht dat het goed zat, hing het weer los, maar ik kon nog net de wimpel pakken. Dat gaat niet goed komen, dacht hij. Een touw. In zijn broekzak vond hij nog een eindje touw. Hij maakte het vast bovenaan de vlaggenstok en keek waar hij die verrast binnen kost vastmaken. Hij kwam precies tot de knop van de kas. Met een goede stevige knop maakte hij het daar vast. Zie, hij was grotsig op zijn eigen. Beneden hoorde hij de deur van het café open en dicht gaan. Het was een rotjong van veel vlek. Die kwam altijd in de weg lopen. Kom, als wel eens helpen met flesjes naar achter brengen en zo, dan kreeg hij wel eens een latje klad. Maar César had een ninkel aan dat rotjong. Maar het buurman, is de buurvrouw er niet? Aan haar huis, manneke, aan moeder haar koeken gebakken. Roef en weg was hij, jong. Het gerommel in de verte kondigde aan dat er weer een tram op komst was. Ah ja, dat is een diner voor de voetbal. Klooster tegen Ulst vanmiddag. Ho, dat gaat spannend worden. César schonk hem een borrelken in. Net op het moment dat hij borrelken aan zijn lippen wou zetten, hoorde hij boven een grote poef. Gerinkel? Ja, was dat. César liep de trap op en toen hij in de slaapkamer kwam, wist hij niet wat hij zag. Wat een ravage. Heel de nest lag overhoop. De tram had zijn vlag meegepakt. En omdat hij vast zat aan de knop van de kas, was heel de nest omvergevallen. Elzer beelden lagen in brokken door de slaapkamer. César zijn ogen vlogen van links naar rechts. Daar de kop van Jozef, het onderstel van Sint-Pieter. Niks klopte meer. Hoe moest dat nou nog goed komen? Eerst die kast op zijn plek. Dat gerief erin, dat zou hij straks wel doen. Nou, die brokstukken. Hij verzamelde ze allemaal en gooide ze in de wasmanden. De schilferkes voegde hij met de zwabber onder het matje. Maar wat nou? In de wasmanden hing ze vinnen. In de vuilnemer natuurlijk ook. Plots kreeg hij een inheving in het water van de vest. Daar zou geen aan meer naar kraaien. Met de zware manden zwoegde César over straat, deurde hij zijn poort. Hij sprong over het dekketje, want hij had geen tijd om rond te lopen over het pad. En hij kipte een ene keer heel de nest in het water. Zo zit hij, daar zeg ik vanaf. Met een zakdoek veegt net zwit van zijn wezen. Hij keek nog even naar de plek des onheils in het water. Het borrelde nog een beetje, maar ja, dat was normaal. Totdat ineens de kop van Jozef terug naar boven kwam. Het onderstel van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. Neel de nest kwam terug naar boven. Natuurlijk, dat waren nou gipsen beelden. Die zijn hol. Die komen terug naar boven. Die kunnen drijven. Waar nou? Een stok, Iverans de stok. Daar het gos vond hij een dikke tak en hij begon als een zot alles kapot te slaan. Hier Jozef, lap Sint-Pieter, hij ook weer patat. Met Maria uit een beetje compassie, maar ja, ze mochten eraan. Naar beneden bucht gulder allemaal. En pas toen hij heel zeker wist dat er niks meer naar boven zou komen, hing hij op weg naar huis. Spoedde zijn ei. Dacht, dat ga ik maar niet biechten aan meneer pastoor. Toen hij binnenkwam, schonk hij zijn eigen een dikke borrel in en dronk hem nu een keer leeg. Net op tijd, want Els kwam binnen. En, is toch wat geweest? Nee hoor, zei hij. Rustig. Heel rustig. MUZIEK
Zo, hier loop ik dan, hè? De oude suikerbakker. Ook zo'n beroep dat niet meer bestaat, hè? Het verdwijnt allemaal. Alleen dit historische stadje met zijn prachtige gebouwen en zijn unieke wal, die zullen altijd blijven bestaan. Want waar vind je nou nog zo'n intacte middeleeuwse verdedigingslinie als in Hulstier? Ja, als ik het nou goed bekijk, dan kun je er eigenlijk beter trots op zijn dat je hier kunt wonen. Ik zal niet zeggen dat hier nou altijd vroeger gevochten is, dat zal ik maar in het midden laten. Maar het was in ieder geval wel ideaal voor de bevolking dat ze 's nachts de poorten dicht konden doen om het gespuis en het gekrupul tegen te houden. En als ik nou eerlijk ben, dan ga je nou hier het panorama bekijken van ons met zijn torens, zijn schoonhuizen, zijn klein huisjes. En als je dan weet dat hier 400-500 jaar geleden ook mensen leefden, woonden en werkten, nou, dan kan ik er alleen maar trots op zijn dat ik hier ook mag wonen. En als ik het nou goed zie, dan kan ik daar zelfs nog het huis en de nog van mijn overgrootvader zien. En daarnaast de slagerij van mijn onkel Jozef. En daar tussen de bomen en het protestante torentje, daar kan ik mijn eigen huis nog zien. Je moet alleen maar weten dat ik hier vroeger als klein manneke heel mijn jeugd heb doorgebracht op de wal. Net als alle andere jongens die over hun jeugd hier doorbrachten met voetballen en hardlopen en kattenkwaad uithalen. Ik weet nog heel goed, hier was ook een klein boerderijke van timmermans aan de wal. En die bazin die zette elke morgen 2 van de geiten te grazen bovenop de wal. Dan had je een ijzeren pin meegenomen, die sloot ze in de grond. En dan deed ze 2 kettingen aan, daar zaten die geiten al vast. En als we dan niemand zagen, dan gingen wij zogenaamd de geiten melken. Dan liepen we er naartoe en dan sarden we die geiten zo'n beetje. En die kwamen dan zo met heel de rores op ons afgelopen. En dan liepen wij rond die boom en die geiten ons achterna. En elke keer dan wie natuurlijk die ketting korter, totdat ze allemaal vast zaten. Nou, ik ken ook nog geweten dat hier de Duitsers loopgraven aan het graven waren en mitrailleurnesten aan het maken. Ik heb nog geweten dat er op een gegeven dag, daar stond er een groot kanon bovenop de Grauwse Poort mee te lopen naar de Grauw toe. En dan gingen wij erachter zitten en dat er niemand te zien was. En dan zat ik op zo'n ijzeren zetel, net als in die trekkerstad tegenwoordig. En dan kon ik aan een wiel draaien en dan ging de loop, die ging omhoog. En dan zaten erachter met een paar van mijn vrienden en die draaiden er ook aan zo'n wiel. En dan ging heel dat kanon precies de andere kant uitstaan. Sabotage, zeiden wij dan. Ik heb ook nog geweten dat er hier op de Willy Brothers school Russen zaten. En die kwamen dan hier op dat padje, hier op dat klein smal padje aangereden. Met wel 10 van die kleine smalle karretjes, met zo'n klein pertje ervoor. En dan maakten ze lawaai en dan hop, naar boven op de wal en naar beneden. Roska, Roska, riepen ze dan. Ja, en dan hier vlak beneden op de wal, dat was ook een klein padje. Dan kon je makkelijk langs de binnenkant van de wal zo naar de Grauwse Poort. Dan was je zo buiten Hulst. Dat werd ook heel veel gebruikt door de smokkelaars toentertijd. Want er werd nog alles gesmokkeld vanuit België. Suiker en tabak en knotte wol. En dan kwamen die mannen over dat padje langs de poort zo naar binnen. Nou waren dat natuurlijk geen vajoes of zo. Net als die grote smokkelaars met die veewagens toentertijd, met die panzerwagens en kraaienpoten strooien. Dat waren gewoon smeerlappen, die mannen. Maar deze mannen die deden dat gewoon voor de sport. En dat padje dat we hier ook gebruikt door de knots. Nou zul je wel zeggen, de knots, wie is dat? Nou, daar had nou eigenlijk mijn verhaalken over. De knots, dat was een gewoon manneke uit Hulst, die woonde daar ergens in een klein huisje op de Perdemarkt. Werken deed hij niet graag, maar hij dronk gern een pintje. En dan ging hij over dat padje zo, langs de wal, tot aan het café van Chris van Wiel, die woonde daar aan de Dubbele Poot. Nou was er op de Perdemarkt toen de tijd ook het magazijn van Van Genteloos. En daar kwamen allemaal de goederen uit Holland samen en die werden dan van hieruit verdeeld naar de mensen en de klanten in de buurt hier. En er kwamen ook altijd bolletjes goudse kaas mee, van zo'n kilo of 4. En nou ook ging de knots, die ging altijd kijken, die had toch niks te doen. En bij Van Genteloos was altijd de ene en de andere aan het werk. Dan maakte hij dan een praatje mee.
En dan zag hij op een gegeven moment ook dat ze door die bolken kaas ontlossen waren. En die liggen daar gewoon van voor in dat magazijn. En hij dacht in zijn eigen, oh, ik zou toch eigenlijk wel eens zin hebben in zo'n lekkere bolken kaas. Hè. Op een gegeven moment dan waren die mannen allemaal van achter in dat magazijn bezig. En dan had je toch kans gezien om een bolken mee naar huis te nemen. Een lekkere kaas dat dat was. Hè. De andere dag dan komt hij in het café bij Chris van Wiel en zegt, nou ben ik toch lekkere kaas eten, jongen. Ja, zie je die mannen dat? Nou zei hij ons dat lekker maken. Het was beter dat je ze een paar bolletjes voor ons meebracht. Ik zal het eens vragen om die baas, zei hij dan. Afijn, op een gegeven moment dan werden er bij Van Genteloos weer kaasjes gelost. Die werden dan zo van medant gelost, containers die waren er nog niet. En van de ene naar de andere werden ze dan opgestapeld in dat magazijn. Hè. Nou had de knotsen toch voor elkaar gekregen om een aparte sleutel te maken dat hij s'avonds ook binnenkomt bij Van Genteloos. En dan houden die vanaf zijn huis houden die s'avonds het personeel in de gaten, de werkte vier man. En om een uur of zes dan ging iedereen naar buiten, de directeur die draait de deur op slot en dan dacht hij, zie zo, ze zijn allemaal weg, vanavond is het mijn kans. En dan ging hij s'avonds met zijn valse sleutel, zal ik maar zeggen, ging hij er ook naartoe. Dan had je een balkje bij hem. En daar stak je een stuk of drie, vier bolletjes kaas in. En dan was hij ermee weg. Hè. En die verkocht hij dan bij Chris van Wiel in het café. Hè. Nou gebeurde het ook wel eens dat er iemand zei, ja, nou wij 4 kilo gerekend, maar dat was maar 3 kilo. Oh, dat is niet erg, zei hij dan. Ik zal zorgen dat dat allemaal wel in orde komt. Dan neem ik wel een nieuw bolletje mee. Hij dacht in zijn eigen, ik zal wel kijken. Hè. Enfin, dat was al een keer of drie had hij dan geweest. En dan kwam die directeur, die kwam in te kijken op de vrachtbrief, 40 bollen en dan waren er maar 37. Enfin, hij vertrouwde dat om een duur niet meer. Er was elke keer waren er bolletjes kaas tekort. Hij zegt tegen die mannen van dat personeel, hij zegt, luister, te zien dat er nou weer een van Ulder een bolletje kaas mee naar huis neemt, dan moet hij iets zeggen, want dat kan niet meer. Hè. Zeg, hij besoden Mieter, zit in boekhouder, dat was Fieleke Peters. Denk hij nou dat ik hier kon werken, dat ik dan nog een bolletje kaas mee ga nemen? Dat kan toch niet zeker, hè? Enfin, er werd afgesproken dat er twee man op een avond zou blijven waken. Om 6 uur, 6:15, dan ging de directeur met een van die mannen naar huis. Die draaide de deur op slot en die waren weg. Die twee mannen die bleven wachten. Maar de knots had er natuurlijk ook al lang gezien. Hij zegt, er zijn er maar twee naar buiten gegaan, er moeten er nog twee binnen zitten. Dus die hing die avond niet. Dat was goed bekeken natuurlijk. Hè. Een week nadien leen er weer kazen. De knot s'avonds er naartoe en jij alles in de gaten houden, 4 bolletjes mee en weg ermee. De andere dag de directeur gaan kijken, 4 bollenkaas te weinig. Hij zegt, jongens, het is afgelopen nou. Hij zegt, ik ga naar de politie. En dan werd er afgesproken dat s'avonds de politie zou komen waken. Maar die waren natuurlijk wel slim, want die kwamen langs de protestante kerk, over het muurke, langs achter in het magazijn. Daar kon niemand om de straat zien dat er politie binnengekomen was. De knots die zat te kijken en om 6 uur dan gaat iedereen naar buiten, 4 man, de deur op slot. Hij zegt, ziezo, de kust is veilig. S'avonds om 1:50, die politieagenten die zaten te wachten, niks te zien. 11 uur, nog niks. Weet je wat, zeiden die mannen, we gaan een sigaretje roken. Hoor. En ze staken een sigaretje op. 11:30, de weer om de deur gemorreld en ze zagen een kleine gestalte binnenkomen in het schemerdonker. En ze hoorden hem ruiken. Hij snoof, want hij rook dat er gerookt was. Het was net of hij de zaak niet vertrouwde. Hij pakt zijn balkje, hij steekt zijn lichtje aan, hij zoekt of de kaas kan liggen. En hij pakt deze keer pakt hij maar 2 bolletjes, want hij vertrouwde het gewoon niet. Hij komt aan die deur, halt, politie, staven, schieten we te geroepen. En hij laat die bolletjes kaas vallen, springt naar buiten en hij zet het op een lopen. De politie ook naar buiten en die komen naar buiten, die zien hem lopen en die geven een schot in de lucht. En op dat moment, dat trapt de knots, die trapt net in een plas met water. En nou dacht hij dat dat schot was en dat het bloed was in plaats van water. Hij sliert uit en hij blijft liggen. De politie die komt erbij en ze nemen hem mee naar de Massasseke. Daar heeft hij alles bekend en dan heeft hij 3 maanden in de bak gezeten. En na 3 maanden dan kwam hij terug en dan liep hij er ook weer. Werken deed hij niet verder. En dan zeiden de mensen, oh, het is ook zonder een paar bolletjes kaas, zo erg is dat ook niet. Zijn wij nou zulke brave mensen dan, hè? Maar hij ging wel zaterdag, zondags, maandags en dinsdags, dan ging hij schieten met pijl en boog. Op de Belze Kling, op chinchillas en op steken en zo. En dan ging hij schieten voor hoenders en konijnen toen de tijd en voor bolle chet, want zijn vrouw die breiden ook nogal her.
Alleen, als het schietingen was voor bolletjes kaas, dat hangt hij niet. Want daar had hij eigenlijk al genoeg van heet. Op een Voulettenburg. Het woord komt van let op de burcht. Het was vroeger een aanlegsteiger voor schipjes. Die schipjes die voeren vanaf de Westerschelde, zo langs Kampen, zo door de Veugel, zo langs de Vaart, zo naar Rust. Hier de lage weien zijn er nog wel restanten van. Vroeger sting hier nog een muurken rond dat huis om het water zo wat tegen te houden. Hè. En aan die ene kant hangt er nog zo'n grote scheepsbel, maar die is er in die tijd wel afgejat. Het is een oud, robuust huis. Het is gebouwd met van die kloostermoppen en daarna bestreken met cement. Aan de andere kant kun je nog zijn muur zien. Het is nou wel begroeien, maar de muur staat er nog, daar had een klein torentje op sting. En daaronder een kelderdeurken dat toegang heeft naar de drie witgewelfde kelders. Daarboven en weerkamers en dan weerkamers en dan komt er een grote open zolder. Dat waren van die balken en als wij kleine kinders waren, dan hingen er allemaal bijzen aan. Dat was gewoon een pretpark voor de kinders. Daar kwamen er spelen van Kuittort en van Lamsjuerde. Dat was leuk toen. Daarachter had de grote Zeeuwse schuur staan. Met riet op dak en er rond van die getjaarde planken. En een mendeur van voren en een mendeur van achter. En dan aan de kanten een betenkelder. Daarboven kluizen voor de knecht en daarboven weer een kafzolder. Het was toen een hele rustige tijd. Er was nog geen trekkers. Er was nog geen stroom. En nog geen waterleiding. Wij dronken uit de trasbak en uit de wellenput. En de beesten uit de vaart die daartoe lag. De koeien en de pjarden. Ja, het was de vrede. Maar op een keer, daar kwam er een geheimzinnige figuur. Die kwam hier de rust rond Lettenburg verstoren. Die dacht dat de moordenaar door van het Moordhof, al onbekend hier in de buurt, en ook nog gezongen door Ambras, dat die moordenaar hier in zijn vlucht die gestolen munten hier ergens begraven had. De eerste die aan die schim zagen, dat waren de knechts. Die zaten net op de dusvloer, op een pak strooi, om de schaftheid te houden. En die zag duidklinket, zagen ze hem bezig. Tussen de juiren en tussen de betenhoop, daar was hij bezig. En die nieren die pakte een kluit en die hoeden, en pst, hij was weg. Een tijdje nadien, dan zagen ze hem in een oudmeid. Daar was hij musterzaad verslepen. Dan dacht hij zeker, die zitten daaronder. En dan een tijdje nadien, dan hebben we weer horen, dat waren wij als kinders, wij wouden een verkspatatje gaan eten in het fornuiskot. En wij kwamen achter het fornuis en daar zat hij ook iets te roefelen en wij waren gauw weg. En mijn ma die had hem echt gezien, op de bleek. Dan liep hij zo scharrelwits erover en dan, hij rocht niks hoor. En mijn ma houde net zo'n emmer zeeps op vast en die smitsen erover. Maar ja, als een schim was hij niet eens weer weg. Hè. En wij moesten in die tijd, in de schaapstijd, dan moesten wij altijd naar de schuur gaan kijken naar de schapjes aan die aan het lammeren waren. Ieder om de beurt. En met een latière bij ons. En dan hoorden wij hem ook wel eens roefelen hoor. In het pjaardenkot erachter, of in het kikkerskot, of op de pezen, of het gerijkot. Ja, dan waren we ook blij dat we weer gauw binnen waren. Hoor. Maar op een keer, ik hem als jong meisje zelfs. Mijn eigen ogen gezien. Dan was hij aan het graven aan de mestbocht. Dan had hij zo'n plavuit eruit gedaan. En dan zat hij een groot gat te graven.
En ik pakte mijn klepelken en ik zwier dat er naartoe. En het ging er dwars doorheen. En weg was hij. Ja, in die tijd waren wij allemaal in de ban van die geheimzinnige figuur. Maar op een avond gebeurde er iets vreemds. Het was een hele zachte zomernacht. De maan die scheen. En de ranken stingen open hier van de bovenste zolder, hier van onder. En die bomen die ruisten. En dan gaf dat toch rond zo'n oud huis iets mysterieus, iets geheimzinnigs. En ineens riep als moeder: kinders, ga eens naar boven. Want nou zit er vast boven hoor. Hij is door het roefel en het rammel. Hij is door vast aan het zoeken. En wij werden wakker en wij waren een beetje bang. Maar wij zeiden, wij wouden hem toch stoer doen. En wij ons kerstje meegenomen. Die trap op naar de bovenste zolder. Het luik open. Gekeken, niks. Met ons kniekjes over die planken gekropen. En ineens keek hij naar boven. En dan zag hem zo'n grote twee ogen. En die keken dwars door ons heen. En wij waren bang. En ineens pakte er een, die bijs die had eronder hangen. Die zwierde ineens met je hand naar boven. En dan fladderde hij naar beneden. Het was een beest. Zo'n grote volwassene uil. Een paar dagen nadien zijn ze van de vogelbescherming omgekomen. Die schim is toch nog een paar keer gezien. Een knecht, die was hier, had zeisen, aan de witte bollen. Die lagen ook onder de meerdijk toen. Nou liggen ze hier al onder de dreef. Hier aan het begin. Die zijn er met grote kranen toegebracht, omdat ze zo zwaar waren. En dan was die aan het slaan op zo'n witte bol. En die gleuf ze hier nog van. Want die dacht natuurlijk, die munten zitten doorheen gemetseld. Maar zo gauw dat hij die zij zag, was de zo de piste. Tijdje nadien, dat was mijn pa, die was de weer aan het knippen. Die dure weer aan de boog had. En die ziet hem ineens bezig in zo'n kil. Want die kil, die lachte nog wel van een overgeblijfsel van een vijver. Want hier had een zekere sergeant nog gewoond. En die was toen burgemeester van Klooster. En die had toch een prachtige tuin en een prachtige boogart. Die hadden stingen van allerlei bomen. Mispels en mulbillianen. En van die azelnootjes en van die sterappeltjes. Oh, en een prachtige vijver. En nou docht natuurlijk die schim. Die moordenaar, die had in zijn vlucht die munten in die vijver gegooid. Dus die was aan het graven. En mijn pa die pakte de weerschaar en die hoort hij er naartoe. En dan is hij waarschijnlijk gerocht. Want dan is hij toch nog totaal kuiterd gesukkeld. En dan is hij aandolen, voorover in de vuil gevallen en verdronken. Want we hebben nooit geen taal of teken meer van hem horen. En sindsdien keerde de rust hier op Lettenburg weer terug. Vroeger wel eens van stalkjessen horen? Nee? Dwaallichtjes dan. Zo worden ze ook wel genoemd. Ze zeggen dan dat de zieletjes zijn van ongedoopte kinders die je rust kunnen vinden. Kawa's en ik weet het niet. Er zijn ook andere mensen die zeggen het zijn wel de zielen, maar van allerlei deugnieten. Bijvoorbeeld moordenaars, rovers, advocaten en zo. En die ervoor aan ze dood gingen en ze hun zakjes niet meer op orde kunnen brengen. En die vinden ook rust en die blijven zwerven. Ik heb er van eigen ook nog nooit iets mee meegemaakt, zeker, hè? Ah ja, als ik ze niet ken. Deze wel. Dat zal ik al vertellen. Maar dan moet ik eerst iets anders uitleggen. Weet je de Kampen liggen? Nee, ik bedoel niet Kampen Gunter Wijd, die verrast in Holland. Hier, in het land van Holst. Nee? Luister. Van Dijk, daar weet allemaal liggen. Hè? Van Vannesdijk naar de oude stoof, help maar recht een deur. En krijg je op een zeker moment krijg je een haakse bocht naar links, dat is naar een bos. Niet doen,
Dan ga je de verkeerde kant op. Daar moet je stoppen. Daar zijn we midden op kamp. Wij wonen niet precies midden op kamp. Wij wonen er een klein beetje buiten. Als dat ook nog wel mogelijk is op kamp. Wij wonen ginterachter, wijd in die hoek. Dat was Toewadoor, was nou. Want daar heeft van zijn leven een fort gelegen. En later heeft er aan naar de rand heeft er nog een meulen in gestaan. Maar dat heb ik niet meer geweten. Alleen dat huisje, dat stinkt er nog. En daar woonden wij. En dan gezegd, wat is nou een schone plek voor stroppers? Want ik, mijn broers, mijn vader, wij deden niks liever dan dat. Dat was daar, op die plek, in dat huisje, dat bij ons dus. Je zou zeggen, allee jongen, hoe kom je daar nou bij? Ah, het is van God en van alle mensen verlaten. Daar hebben we een politieman of een veldwachter of zo, die hem een dijk op te lopen en die gaat er liggen loeren totdat je terug thuis komt. En dan zei bij jou, Pietje, ik hoor wel dat je mijn vader niet gekend hebt. Ja, over die pad hier zo, die lag toen nog boven op een dijk. Een draadje gespannen, een touw, dun touw. En dan liepen wij hier tot aan de blinde. En als die blinde dicht was, dan stak hij naar een spijkerdeur met dat touw erop. En aan de binnenkant, dan rond hij een blokje. Had er dus in tegen dat ding schop, tegen dat touw, wie die spijker eruit getrokken, dat blokje dan neukt naar beneden. En wij wisten precies, onraad man, uitkijken. Aan mijn thuis waren. Gaf dat allemaal niks van eigen, maar dat een van ons in de polder was, daar schoot mijn moeder, als er nou zo wind, die schoot naar boven en die stak een kers aan voor de Nellige Antonius. En zoals zeggen voor de Nellige Antonius, waar had die goede man dan daar nou mee te maken? Niks van eigen, maar daar had het ook helemaal niet om. Je moet weten, dat beeldje dat stond precies onder zo'n dakvuister. Ja? En dat kostte de hele polder zien, dat staat gunste kanten. Als je Gunterwijd aan die jaren Neuvel, je weet waar we liggen, als je Gunterwijd aan die jaren Neuvel ligt, kon er bij ons dat schijnsel door dat dakvuist te zien. Als je Gunter op de Binnendijk liep, en dat was eigenlijk ons terrein waar we het meest gingen stroppen, of in het Oogland, kost dat zien. Dus wij waren altijd gewaarschuwd, er is onraad. Als je iets bij jou hebt, steek je zakje niet vast in de kant, dat kun je altijd nog gaan halen. En ga op een gemakje met jouw pet in jouw hek. En met jouw handen in een zakken naar huis, want voor buiten lopen kan geen mens pakken. Daar zullen we wel zeggen, waar stroopt de dan allemaal? Want zat hier dan zoveel van dan alles? Ja. Nee, ik moet eerst nog wat anders vertellen, dat zijn vergeten. Het is wel eens een keer gebeurd, dan waren er hier een paar Marseillais. En die zagen ook dat licht en die zeiden, ola, daar gaan we het van zeggen. Of ze nou er gedacht van haaien of niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze kwam binnen en ze zei, vrouw, weet hij dat er bovenop de zolder licht brandt? En dat je dat nu vuisten naar buiten schuift, het is toch geen brand zeker, hè? Nee, mannen, zei mijn moeder. Helemaal niet. Maar ik zei mijn punt, mensen, ik weet hoe ik naar mij en mijn patette schuil. Nou ben ik een kerstje aangestoken voor de Nellige Antonius, die moet me maar eens helpen zoeken. Ah ja, zeiden die mannen, was schaapachtig. Zou je niet in de gaten, dan zit de boven. Ja, misschien dochter ze het toch wel in de baal gedaan, vieren. Maar goed, ze dript af, milder is die hert, dus nul de benen van eigen. Die stalkjes, daar kom ik botsjes op, want ik moet toch nog eerst wat anders vertellen. Ik zei daarnet, wat stropten wij dan op? Nou, van eigen op hazen, hè? Dat is logisch en zin. Konijnen die zaten toen niet veel. Polders waren nog veel natter als nou, die had hij niet naar andere zin. Patrijzen zat er heel veel. Fazant. Ik heb er heel mijn leven niet in gevangen. Die zijn eigenlijk pas allemaal gekomen aan de jagers die uitgezet zijn om erop te kunnen schieten. Maar aan de achterkant van de Binnendijk, aan de andere kant van de Binnendijk, daar in Toogland, daar rijden onderland liggen. Vandaar in een brede sloot met van die lege waaien de neffers. En daar stonden zeker 1000 koopbomen. Nou, in die koopbomen, daar broeiden altijd wilde eenders, zoveel als hebben we. Wij haalden die aaiers uit, of we probeerden die op wildernis te pakken. Daar stikt. Ten van de bosduiven. Aan die mee jongsjes lagen, dan bonden die jongsjes mee in touwken en onder de poort vast aan een taksje. Dat kostte ze niet uitvliegen, ze werden lekker vet. En als ze wijd was, dan gingen ze mee naar ons thuis daar. In die watergang, daar stikt het van de palk. Dus we moesten nog wel kerpel in, maar veel kerpel die vingen hier in het kanaal naar die vlak voor ons huis. Dan moesten we maar een dijk oversteken. Moest wel niet van eigen, maar ja, stroppen, dat hebben nog nooit gemogen, dat mag nog niet. Dus daar praten we niet over. Over die stalkjes. Ik zijn op een avond zijn ik weg geweest en het was donkere maan. Dus echt hartstikke donker. En dan loopt het wild echt niet. Ik zou wel zeggen, ja maar als het wild niet loopt, wat ga je dan de polder in? Ga je daar stroppen staan?
En die beesten die moeten van eigen ook eten, vooraan ze naar dingen gaan. Dus voor dat donker hoor, gaan die nog eens op pad. En als er dan een in een strop zit, dan ligt hij daar. De hele nacht te martelen, dan staan nog wel tot daar aan toe. Maar de andere meid moet hij naar haar werk, krijg je tijd om te gaan kijken. De kraaien zien dat beest liggen binnen, de kortste keer zitten alle kraaien van heel de wereld die zitten erop. Hij kan nou aansluiten en iedereen weet waar hij gaat stroppen zet. Het was niet alleen stroppen wat wij deden hoor. Wij hadden thuis een geit en wat konijnen en die beesten die moeten ook eten. Dus we vulden ons balken wel eens op met lekkere Malse klaverkens bij een boer. Als de rapen stingen, dan waren de kosten ook mee weg, dan gingen we rapen in. En koebeerten. Nou ja, beter kun je niet hebben. Als je nog van zijn leven ook eens koebeerten mee wil nemen, hè? Doe dat net als dan kijk dat tegen wij allemaal. Niet, laat de kant een roodje uittrekken, want als die boer dan later komt, dan zegt hij, god, Tomme, hier zijn beerten uitgetrokken. Nee, een eindje het land in loopt, daarin, gunt erin, daarin, totdat dat zakje vol is, en dat valt niet op. Als ze later beerten gaan steken, dan zei hij, hé, hier staat er geen. Hij heeft vast van zijn leven met, van het voorjaar met gaten slaan raakgeslogen of zoiets. En dat ging een beetje nergens. Maar goed, die stalkjes. Het was op zo'n avond, ik kom over de binnendijk, en ze plotseling was leeg, er kwam niks bij me. Ik loop zo op mijn gemak, kunnen kijken, zo'n beetje schuin achter hem. Maar zien we weer over die water gaan? Een lichtje. Zo, een lucifersvlammetje zou ik kunnen, maar wat blauwer. God, Tomme dochter. Een stalkjes. Past op, hè, manneke. Want dat had mijn vader en onze andere man die hadden dat gezeten. Als je van zijn leven in zijn stalkjes tegenkomt. Net doen of je niks ziet. Van niks gebaren. Gewoon rustig doorloop. Niet harder, niet langzamer. Wel meer schuin oog in de gaten houden. Maar en één ding, zeker nooit doen. Nooit, maar dan ook nooit van zijn leven erop winken. Waarom, dat zeggen ze niet. Maar goed, ik zie dat. Ik denk, ik ken dan mijn Pietje, een stalkjes. Ik loop weien, klim over die dam, ga over die weg. Zie die stalkjes tegen de dijk, over de weg ook. Aan de andere kant naar beneden, over die sloot. Ik ga zo weer, dan heb je dat kanaal. Dus het zit ook naar beneden, boven dat water. Ik zag zijn tijd niet. Maar ik was er aan, had er twee bochten liggen. Ik was er aan de eerste bocht van Gunter af dan. He. En wat zie ik? Ze komen weer naar boven, in die sloot. Tweede bocht, ik afgeslogen. Denk mee. En toch bij mijn eigen god, wat zou er nou zijn? Je mocht er niet op winken. Wat zou er nou zijn als je het wel doet, he? Ik dacht net als aan kik jong zijn. En zo glad als water, maar niet zo dun. Dat moet toch kunnen. Dus ik ga nog een eindje weien, tot ik zo even van boven aan dat padje zijn, dat bij ons naar beneden gaat. En ik denk, ik waag erop. Dus ik draai mij om. Pst, ik wink. Nou, ik hoef niet meer te vragen wat dat er gebeurde, want dat ding dat kwam met een rotgang op mij af. Ik dacht, godverdomme nog aan toe, ik heb het aan mijn ziel. Dus ik als de sodemieter naar beneden, die deur opengestampt, achter mij dichtgegooid. Kijk, ik was nog niet binnen of ik hoorde een bons of er een kalasaai tegen die deur gedonderd weer. Ik kost geen woord meer zeggen. Ik was zo tijd naar zien. Ik stond er maar dingen. Onze Ruul, die zat nog beneden. Die zat de krant te lezen, petrolielamp. Zo op de schouw bij hem. Kijk zo eens naar mij. En zei, stalletje zeker? Kost niks, hij kost alleen maar knikken. Erop gewenkt zeker? Stomme mieter, zit hij. Hij legt zijn krant weg, hij pakt de lamp en gaat naar de deur en hij doet zo weg. Zo wel door. Kijk hier eens. Wat zag ik daar? Een plekje, zo groot als zo'n ouderwetse rechtsalder. Een beetje gebutst naar binnen en wat verschroeid. Hij zegt, zie je het nou? Hij zegt, ach, dat in oude nek gekregen, nou je manneke. Oude kop uit dat op de oude stoof gebold. Dat beetje verstaan dat je dat hebt, hè? Gebruik dat nou in het vervolg ook eens alstublieft. Ik ga naar mijn nest. Vergeet niet om de lamp uit te doen en doe de grendel op de deur. Daar steek ik. Ik dacht, het eerste wat ik ga doen. En is mijn sigaretje mol, want dat heb ik wel nodig nou. Ik zal het op de sterke vertellen. Ik heb heel een beetje geen sigaret kunnen roken. Niet dat ze niet smaken, makkelijk ook. Maar ik daver nog zo, dat ik geen seksje gebold kon krijgen. Iedere keer dat ik met mijn vloeitje, dan trok ik het uit elkaar. Het is niet gelukt. Ik wil maar zeggen, mensen. Ik en dat is meegemaakt. Gulder misschien nog nooit, maar wie zegt dat niet opnieuw gebeuren kan? Het is misschien van de winter, vriest het weer veel, je kunt weer overal gaan schetsen. Je komt op die plekken, zowel bij dat onderland, waar je zo van dat natachtig land hebt, waar riet enzovoorts,
En misschien sta je daar op een, schets er op een gemakje en ineens, waar zie je een vlam. Onthoud het, nooit, maar dan ook nooit opwinken. Ik heb het gedaan, hè, ene keer. Deze niet meer, jongen. Rik het daar niet op. Als ze er vanaf voor. Hier, op Stalenberg. Maar niks hoor, he, nee. Ze is weer al een paar keer gezien. De mensen zijn over die s'avonds de toegang naar Stalenberg kwamen. De witte vrouw en ze weer gezien. Het witte wijf, zagen ze op een snis. Kobenoom, die had vroeger dikwijls genoeg verteld dat hij het witte wijf gezien had. Kobenoom, die ging nog alles hier op Stalenberg. Kaarten, we zijn tante Gusta en zijn een onkel Jan. Als hij op de halve terug buiten komt, wat kort is, dan al lang donker, dan krijgt hij zo het gevoel of er iets achter hem loopt. Kobenoom die kijkt om en hij verschrikt dat hij klutst, want achter hem ziet hij een witte gedaante lopen. Een vrouw mens in een doorschijnend wit kleed. God, wat heb ik nou met mijn fiets aan, denk Kobenoom. Ik zeg maar vlug deur stiefelen, ik ga maar zo gauw mogelijk maken dat ik op een snis ben. Als hij zo eens omkijkt, dan blijft hij wit vrouw mens ook stilstaan. En als hij daar weer deur had, dan gaat dat vrouw mens ook weer deur. En in orde, hè? En bovenop de Aprildor aan de Westdijk, als hij dat dan omkijkt, dan ziet hij dat vrouw zijn eerst niet meer. Die is niet eens weg. En in orde, denk ik, domme koe, donker koe, dat is niet in de naak geweest, hoor. Oh, ik denk, vrouw Koe natuurlijk, als hij dat is van die borrelen geweest, denk ik, nu heb ik bij tante Huster gekregen. Hè. Maar een week of drie daarna, godsgenadig dan, heeft hij weer datzelfde gedonden met dat vrouw. En weer, had hij wist de kort net, wij zijn tante Huster hier op Stellenberg. Weer achter hem lopen, stilstaan dat hij stilstaat, deur gaan, dat hij ook weer deur gaat. En ook weer boven op de Westdijk is ze niet eens weg. Eigenaardig toch, hè? De oude Camille de Dolly van het Zierdorp, die had gedonden met dat vrouwma zoekers gaan. Precies hetzelfde geneuk. Die had ze nog gewaarschuwd verteld en wat die had er nog tegen gezegd. Kom niet aan het rand, mijn zelle, op woorselen bossen, want ik zal een paar lappen tegen een lelijk wezen geven. Die witte gedaante vertalen de meesten op een snis. Dat is de geest van een dode vrouw die nog vroeger gewoond had. Vroeger daar stingen hier op Stellenberg een paar kleine huisjes. In een van die huisjes woonde een boerenknecht met zijn huishouden. Die boerenknecht werd ziek. Die mocht op zijn bed blijven, want die kreeg de koude, de zeerse kossen. In plaats van zijn vrouw hem nou verzorgen, nee, dan donderde ze eruit met een vreemde vaand. Een stuk Belg, een uitstekende. Ja, later had die vrouw vroeg ingekregen, maar ja, dan was er een man hier op Stalenberg al lang dood en begraven. En daarom moet nou de geest die nog altijd blijven rondspoken op Stalenberg. Joost kost alles. Hij kost alles. Hij wist alles. En hij dierf alles. Wat dat betreft was net zo'n akseljaar. Alleen, hij deed ook nog wel eens wat. En dat kun je van een akseljaar niet zeggen, want daar wordt van gezegd dat er niet al te veel uit zijn handen komt. Van die aparte dingen kost Joost.
Ja, denk nou niet gelijk dat hij kost kousen stoppen of zoiets, hè. Dat niet van eigen, hè. Zelf ging er stiekem heel veel groot op. Ik heb nooit niks geleerd en even goed kan ik alles. Even later deed hij dan door hem of het allemaal maar heel gewoontjes was. Mogen er wel voorbeelden? Ah, wel, je krijgt voorbeelden. De Kozakken die komen eens op klooster. Ja, dat is nou door meer dan 30 jaar geleden waar ik het nou over heb, hoor. Kijk, druk dat toe was, een manneke. Er worden op één dag, hè, meer mensen toepassen met alle kermissen, bomen, feesten en noem maar op. Ja, carnaval dat misschien niet meegedeld. Joost was er ook van eigen, hè. Dat spreekt. Die mannen die holden nog elkaar uien uitzellen, non de kutje, dat zal wel. Die paarden in de volle kap, zolder erop hulde kop op, tachterste voren een zakdoek oprapen van de grond. Afijn, je kost zo zot niet bedenken of ze kosten. Joost die bekijkt dat allemaal zo eens en die zegt, ach, gaan wij geen dorm even goed die vrouw staan kun je vasthouden? Dan is toch geen kunst honger? Ja, dank aan mijn pet, geen kunst honger zitten. En wij hier zien Joost niks niet meer. Maar ik het erop dat hij het goed afkeek. Zotterdags achtersmiddags komt er een klein jongen last. Van huis tot huis, zeg maar. En die zegt, met de complimenten van Joost en of je binnen een half uur op de waai van Vrieken wil zijn. Want dat zal dus wat zien. En dat zit erbij, hoor, die klein jongen. Dat zal dus wat zien. De meeste dochterdorp nog op mijn eigen idee dus zo'n klein jongen naar die waai van Vrieken laten stieren, hè. Om er helemaal alleen te staan en mij dan te laten uitlachen. Maar jou, hoor, zo hier en daar alles gelutst. En dan ziet hoe ze de groepjes man de kant van de waai opgaan. Dan stink zeker 50 man, ongelogen waar. Even goed niks te zien van hij. De ene wat voor de ander dan niet weten dat ze bij zijn pietje houden. Dus alle man die bleef maar was daar ronddraaien. Maar niet voor niks, want wie komt er van achter de schuur op die klepper van Vrieken? Joost. Gewoon erop denkt hij, belangen mij niet ook. Hij stond er recht op de kont van dat paard. En dan redt hij aan een kort dubbel lijntje. En denk niet dat hij stapje voor stapje kom afzetten, hè? Nee hoor, dat paard in de draf. Ongelogen waar. Dan lotte mijn scharlewiets op dat paard zakken, dat had een riem rond zijn lijf. En waar had hij het allemaal zo aan gauw van Donald, dat mag de duvel weten, maar even glad als die kozakken, rop Joost een zakdoek op van de grond. Gaat hij naar ons komt en zegt hij, je ziet dat wel in man, je moet altijd niet uit Rusland komen om iets te kunnen, dat kunnen wij hier ook wel op klooster. Bij Van Molen de Meul, dan kochten ze op een zekere keer onder een tweede vrachtwagen. En dan was er hier met zo'n hele lange snuit. Ze geswoordig en die vrachtwagen is allemaal zo'n afgekapt wezen van voren, maar een dier niet. Die was zeker zo lang als een luxauto van tegenwoordig. Dan stonden wij met dan met z'n allen dat ding zo eens te bekijken. En Joost die zegt zo ineens, dat zou ik toch ook eens gaan, hè, raar is, hè. Dat mag niet zeker, zegt hij tegen Van Mol. Die stinkt dus in de neus te snuiven als een ruin die aan mee elkaar met bieten versteld zit. Hé, hey, mon manneke, hoeveel prutsen zou ik dan maar niet krijgen? Iel met een nest naar de kloot, ja, kijk wel uit. En toch kan ik het, zegt Joost. Ik weet goed gemokt. En je naaien huis, dan leg hem dat gunter op die stien, hè. En ik stop ik vlak voor dat aai. Is het kapot, dan kom ik 10 zotte dagen lang oude auto's helpen afkuisen. Voor niet. Is het niet kapot, dat praat hem nergens niet meer over. Nou was dat zomaar een rechtstikske weg, wat of Joost bedoelde het. Dus Van Mol docht ook, veel overaai kan er niet van komen. Want dat plat, dat aai is toch zo plat als een cent. Of hij stopt al een roei van tevoren. Dan heb ik er door hem 10 zotte dagen lang een goede knecht om. En de betentijd stof voor de deur, hij zal zijn leut dan wel op kunnen. En je zult niet geloven, je voelt wel al aankomen. Hè. Joost die stopte je niet net voor dat aai, neer er net tegen. Er kost geen oor van nou even meer tussen, tussen dat aai en die voorwand. En je schrompken erop, hè. Ja, nou hij doet bij haar nog niet al te veel aan van eigen, hè. Beesten ook. Er kost hij alles mee doen, er kost hij mee doen en laten wat hij wou. Wij zagen met zijn kooi vriesganzen overtrekken, richt ik de puttek, netjes in zo'n vee.
En dan hoort er nog bij, hij kreeg halt van die mis tegenwoordig geen val. Dan zag ik mijn duiven ook eens leren zitten. Hé, ouwe, een week later kostte het. Hier een duif op kop, 6 aan de ene kant, 7 aan de andere. Met een blauwe witpen is er niet bij zitten, die kreeg het niet geleerd. Die is nog te lomp om te helpen onderen. Maar een motje zo. Maar een motje leert naar koppelken duiken. Speelt niet op zijn schalemaai het Wilhelmus, dan doken ze voorover. En speelt niet de Vlaamse leeuw, dan doken ze achterover. En niet om en om, hè. Want dan is dat geen origheid. Oh, niet dikwijls speelt net 3 keer achter elkaar hetzelfde. En rikken erop, dan die beestjes geen ene keer mis worden. Zouden er luid in, dat kost te zien en andere wezentjes. Maar katten, man. Katten, daar hoort hij nou niks over te zeggen. Dat is ongezeggelijk een bucht van onder eigen, zit hij, aan mijn door wel eens naar vroegen. Dat zijn net vrouwmessen. Die trekken onder eigen plannen en die houden wij ermee gemens, reken ik. Nee. Nee, katten, daar hoort hij geen macht over. En ook één keer niet over zijn eigen. Luistert. Wij waren eens met een boot naar de plaat van Walsode gevaren. En twint allemaal daar zo liepen, zegt er een, zullen wij niet eens terugzwemmen? Kun jij zwemmen? Vroegen ze Joos. Nee, nee dan niet. Maar ik ga even goed mee hoor, dat leer ik onderweg wel. En weg waren. 3 dagen later hebben we Joos teruggevonden in de Saftingen. Jene van de kouterooi ons gezeten. Je moet daar en daar maar eens gaan zoeken. En jou hoor, hoe kan zat hij even goed aan een halve meter onder het zand? Maar omdat zijn hand erboven stak, ooi hem nog aan goud te pakken. Struikske meriet in het Saftingerland, daar zaten 2 pielen verliefd hand in hand. De zon die hing onder, hij zakte bloedrood, maar daar in de verte, dan nadert een boot. Zijn wimpel is geel en ook blauw meer mes, dat is voor die pielen beslist SOS. De dood is nabij, ja daar is tijd in boot. Wie geef ons een vrouw kunnen uit angst nog een poot. Ja, ja, het leven van wie in de piel, val niet mee, nee, 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 val niet mee. Ja, ja, het leven van wie in de piel, dat er wel beslist, niet te mee. Die een boot makkelaar wijden, dat zijn mensen aan boord. Zijn motor geknetter en miel nog nooit voort. Zij jongskus die schudden en beven in het nest. Het lijkt wel of de rientje in zijn broek er gepist. Maar in een boot ver weer weg, dat ooit Miel niet verwacht. Geen een van zijn dochters is hierloos verkracht. De zucht van verlichting door ieder geslaagd. Dus samen met Miel voor de kruisje gemaakt. Ja, ja, het leven van Miel de Piel. Val niet mee, nee, 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 val niet mee. Ja, ja, het leven van Miel de Piel, dat er van beslist, niet mee. En heel vroeg in de merend ligt water in het schoor. Komt er de moderne visser mee, kor. Mijn oudheid verdwijnt nou als sneeuw voor de zon. Had daar van de Nema een groep mensen komt. Hulderlijzen vol blubben, de kijker in dan, trekken de groepen het Saftingerland. Maar Miel kent die mensen en snettert kwek kwek, maar tegen zijn pielekes al hulderen bek. Ja, ja, het leven van Miel de Piel, val niet mee, nee, 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 val niet mee. Ja, ja, het leven van Miel de Piel, dat ervan beslist. Niet mee. En Miels leven gaat verder, zijn vrouw leggen aai. Weer leegwater groepen, een boot mee op taai. Seizoenen die komen, seizoenen die gaan. En dan komt die strafhalve winter eraan.
Op de sneeuwige merden nog voor dag en dauw trekt Wilder op uit voor zijn kroost en zijn vrouw. Ziet daar weer een boot mee door op de groene vent. Die kijkt naar die pielen en schiet heel content. Ja, ja, het leven van Wilde Piel valt niet mee, nee, 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 valt niet mee. Ja, ja, het leven van Wilde Piel, dat ervan beslist niet mee. En Wilde die vluchten als een nest met veel pielige kern. De pielekes krijsen, het is zo lekker warm. Om Wiel die beseft dat om leven of dood de varkel van jagers nog is op die boot. En ze neuken eruit, ja naar oost en naar zuid. De eerste die vallen meer klagend geluid. Een paar droge poeven, ze wasten zo trouw. De stuk naar beneden zijn een duts van een vrouw. Ja, ja, het leven van Wiel de Piel valt niet mee, nee, nee, valt niet mee. Ja, ja, het leven van Wiel de Piel, dat er van beslist niet mee. En Wiel die kan wel hospieten en zit vol collier, maar daar een kogel al tegen zijn ster. Dat duikelt dat biertje in het Saaftinger zand. Wat van die is toch, dit is toch mijn eigen land. De moraal van het lied, wat ten koste van Miel. Kijken doe hier zeer naar kogels en een ziel. Het is altijd dezelfde die had de stekken verzet. En die me altijd meer doet als Jan met de pet. Ja, ja, het leven van Miel de Piel. Wel niet mee, nee, 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 wel niet mee. Ja, ja, het leven van Miel de Piel, dat ervan beslist niet mee. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier in deze zaal. Het is mij gevraagd om jullie vanavond een beetje te amuseren. En ik wil dat met alle plezier doen. Alleen, vanavond mag ik iets anders doen als dat van mij gewend zit. Geen geleuter, geen gezever. Nee, ik wil iets cultureels brengen. Nou, had ik gedacht om een stukje uit een opera te brengen die samengesteld is uit twee bestaande opera's. Namelijk Rigoletto en de Palias. En ik geef toe, de Palias, daar zag ik minder moeite mee aan als met Rigoletto. Maar die Rigoletto, daar moet ik een olie voor nemen. Want die begint mij nu al genoeg. Dus daar ga ik maar mee beginnen. Een momentje. Goedenavond, dames en heren. Hey, en om verder te gaan naar de... Waar kom de gij doen? O, waar kom de gij doen? Ja, waar kom de gij doen? Ik zit hier tegen die meisje te praten en gij komt er bij tussen met een kwabbel. Dat is niet fatsoenlijk, hoor. Wat zit er opgevoed? Ja, maar, nog snap ik het niet meer, hè. De zus nog aan me erachter stond, dan zei jij tegen mij, als ik naar achter ga staan, dan kom de gij op. En wel, ik ga naar achter staan, dus ik pijs, ik ga op. Ik heb gezien, de tweede keer dat ik naar achter ga, en niet de eerste keer. Hé, nou stok ik klaar om een olie te nemen, en jij loopt er gelijk in mijn weg. Het is altijd hetzelfde. Een olie? Ja, een olie, ja. Voor wat te gaan doen? Ik ga zingen. Ga jij zingen? Ja, ik zing gern. Dat wist je niet, hè? Alle jong, zing de kijk, hè? Ja. Waarom heb je het dan nooit eens niet goed geleerd? Oh, mijn meske toch. Zal ik ons wat vertellen? Ja. Ik ben al 3 maanden lid van Sankurie en Turp. Oh, alle jong? Geen lid zonder lid, heet dat. Dat is een mannenkeur. Ja. 13 mannelijke leden. Oh. Dat is anders, hè? En we oefenen elke dag in de week. Elke dag in de week? 5 dagen in de week? Ja. Allee, daar zit jij ook niet veel thuis, hè? Geen wiezend, jong. Hé, hey, maar dat is een serieuze club, hè, jong. Ja, want in het reglement daar staat dat ieder lid verplicht is om elke avond 2 rondjes te geven. Elk lid 2 rondjes. En 13 leden, dat zijn 26 punten. Ja. En wanneer zing de Hulder dan? Gaan we naar huis gaan? Ja, dat zal wel, ja. Zeg,
Waarom moet ik eigenlijk naar per se gaan zingen voor die mensen? Kunnen we toch ook gewoon een beetje babbelen? Babbelen? Ja, babbelen met mijn koren en met de mensen in de zon. Ja, en over wie wil de babbelen? Over wie wil de babbelen? Ja, wil babbelen, dan moet toch iemand tellen over de babbel, nee, ja. Oh, dus het, je kunt over alle man wel eens iets zeggen naar vandaag, nee. Ja. Oh. Ah, en iemand? Over O? Nee. Ik weet iets van O. Oh, je weet iets van mij. Maar ja, ik dat de mensen niet moet gaan vertellen. Hé. Hey. Ik weet van O wel drie ietsen. Dat is anders, hè? Ja? Ja. Nee, daar kom ik maar over iets anders heen. Ah, zie. Pijs ik, hè? Ja. Hé. Hey. Ja. Zeg. Doe jij nog altijd mee met die gymnastiek op de radio, de Pasenvang? Ja. Ik sta smiddags op om 7 uur. Ja. En dan doe ik daar mee. En dan moesten we vanmorgen om 7 uur al, hè, op onze kop gaan staan, hè. Oh ja, maar dat is een goede oefening, hè. Pas op, hè. Op een kop staan, dat is een goede oefening. Ja? Ja. Denk jij dat? Ja. Maar als ik op mijn kop staan, ja, zakt mijn bloed dan niet op mijn kop. Ja, maar dat is normaal, hè? Ja, dat bloed naar de kop staan. Ah. Ja. En waarom zakt dat bloed dan ook niet op mijn been? Dat komt, hè, omdat mijn benen niet leeg zijn. Ah. Dus mijn kop is leeg. Ja. Dan kan dat geen koot? Nee, dat is niet een voorleg. Ja. Zeg, wat ik altijd nog wilde proberen, hè. Zijn er nog op vakantie geweest van de jaar? Ah, ja, vandaag, maar weet ik. Ik ga niet dat jaar over het water, hè. Ah ja, Veren of Middelburg die kant daar. Als ik zeg over het water, hè, dan ga ik over de grote plas. Dan ga ik naar Mexico, naar San Juan. Hoe is dat dan gelijk San Juan? Dat spreekt er toch zo niet uit? Dat zeggen ze er niet, hè. Daar zeggen ze een J, dan moeten er een G voor zeggen. Hè? Ja, jij moet zeggen, ik ging op vakantie naar San Juan. San Juan. Hey, ik ben er maar 2 maanden geweest, hè. Dat kan ik dat allemaal nog niet weten van haar. Nee, dat is waar. En in welke maanden ben jij door daar geweest? In juni en juli. En zijn ze er dan alleen geweest? Of met jouw broer, want je hebt toch nog een broer, hè? Ja, ons zwem, ja. En je is daar al mee met jouw broer? Oh, ons zwem gaat goed, ja. Hij gaat een tijd in het ziekenhuis, maar vader gaat wel. Allee, je zegt in het ziekenhuis toch niet zarig zo? Oh, het is maar hoe dat je het bekijkt, hè. Maar ik zie dat voorlopig nog niet aan huis te komen, hè. Nee. Heb je met een dokter gesproken? Nee, ik heb er wat peestelijkjes gezien. Ja.